Zondag 23 oktober was er een Turkse markt op het Lingencollege aan de Teisterbandlaan in Tiel. De markt is georganiseerd ter bevordering van de integratie tussen allochtone en autochtone Nederlanders. Hier volgt een impressie. Ik ben de voorzitter van Ahmed Yesevi Moskee in Tiel. We organiseren dit twee keer per jaar. En het is ons idee om multicultureel, iedereen is welkom. Dat we lekker bij elkaar komen, lekker gaan eten, drinken. Ja, het is onze idee is eigenlijk dat we alle Nederlanders, alle in Tiel, dat ze allemaal ons komen bezoeken. Ik heb Turkse vrienden en ja, zodoende kom ik hier wel eens. En het eten smaken is allemaal goed. Zoals vanmorgen hebben we van de verschillende nationaliteiten mensen binnen gehad voor een bezoek. Die hapjes kunnen eten en gezamenlijk bij elkaar kunnen zitten. Zoals je ziet, in het begin hebben we verkopen een keer. Tussen hebben we onze etensgerechten. En hier is het gewoon een samenpunt voor eten en wat drinken en zo.